die eigenlijk gaat met een snelheid van ongeveer 1200 km per uur. En omdat je geen weerstand hebt, kun je zo snel gaan. En het idee is dat er elke minuut, of misschien nog sneller, een voertuig vertrekt van een station en dat je weer ergens anders aankomt. En zo reis je dus in no time de wereld over. Hè? Maar reizen met 1200 km per uur, dat is vrij snel. En daarbij komen wel veel G-krachten vrij. Joachim, jij bent bij Walibi in Flevoland. Daar hebben ze een attractie waarbij je veel G-krachten te verduren krijgt, toch? Ja, wat kunnen we aan? Wat doet dat met je lijf? Nou, dat betekent G-krachten. En die voel je wel degelijk in je lichaam, hoor. Maar hoe voelt dat? Nou, daar ga ik nu achter komen. In deze attractie. Ja, en dit monster heet de G-Force. G-krachten dus. Maar hoeveel dan? 2,7 ongeveer. Ja, dit moet, anders vliegt die echt uit mijn handen. De camera, zo hard gaat het. Wat betekent dat? Het betekent, je kunt het beste vergelijken met een emmer water. Als je die heel hard ronddraait, dan gaat al het water naar de zijkant. En dat gebeurt ook in deze attractie. Je wordt eigenlijk tegen je stoel aangedrukt. Je hebt ook geen gordel, maar je blijft zitten door de G-kracht. Hoe erg kan dit nou zijn? Dat zal toch wel meevallen. Hoop ik. Oh. Oh, ik voel het nu al in mijn buik. Ja, snelheid voel je ook in de snelste auto ter wereld, deze Bugatti met 463 km per uur. Nog sneller is de Maglev, een magneettrein in Japan. Die had 603 km, maar het allersnelste is het passagiersvliegtuig de Cessna. Die had 975 km per uur. Maar daar moet de Hyperloop dus flink overheen gaan met 1200 km. Zou u zo snel naar uw werk willen? Het scheelt alleen maar tijd, toch? Ik hou er niet echt van. Het zou wel fijn zijn, maar ik zou het wel eng vinden. Het is veel te snel, 1200 km per uur. De Hyperloop zal ongeveer 2,5 scoren qua G-krachten. Een drukcabine moet dat voor passagiers terugbrengen naar nul. Net als in het vliegtuig, want doe je dat niet, dan krijg je dus dit. Heftig! Ja, je wordt echt helemaal naar achteren gedrukt en dat geeft echt een heel raar gevoel. Oh. Het gaat gelukkig stoppen. Heftig. En dit is nog geen eens de Hyperloop. Ik voel het echt in mijn maag, jongens. Hartstikke leuk, die G-krachten.